die anderhalve meter, als we dat nou aanhouden... Als die versimpeling komt... Dan mogen we toch alles gewoon doen? Dan ben je er al, ja. Ach, man, want ik ben het zo zat. Ja, ik weet het. Ja, ik ben het zo klaar. Maar weet je wat het ook is? Ik wil het ook voor jou. Wij worden het ook een beetje zat met klagen hier. Nee, maar het is niet alleen dit. Het is ook op een gegeven moment... Het is het hele land... Ik gun het je vrouw, je dochter. Ik heb ook de indruk dat door die hele lockdown ellende... dat we ook dit soort discussies op televisie... We zitten zelfs een hele avond saaie tv te kijken nu. Ik ben er helemaal... Ik ben er zo klaar mee. Ja, het is een sfeertje waarin... Ja, maar 2020 is echt een... Wat een kutjaar. Ja, maar ik ben het helemaal zat, joh. Laat me met rust. Zo eens met jou. Ja. Ach, man. Goedemorgen, dames en heren. Ja, maar ik heb echt leuke buren ook. Maar ik wil ook weer andere mensen zien. Ja, maar ik vind... En dan dat je... Mijn dochter is inmiddels gewend om mijn ouders een beenknuffel te geven. Dus aan het been te knuffelen. Het is van een droevigheid waar je maar niet van afraakt ook. Ja, ik vind en ik ben 5 kilo dikker geworden. Het houdt niet op. Ik heb het wel lente zien worden. Ik vond het schitterend. Ik heb 3 maanden lang thuis gezeten. En ik zag mijn hele tuin ontploffen in de lente. Vond ik schitterend. Ja, Roelof, op die leeftijd ben ik gewoon nog nagedacht. Ik wil de lente nog aan andere dingen voelen. Oké. Okay. We gaan door met het nieuws. Oh, dan heb ik dit gemist. Dan sta jij toch te deggeren op dit lied. Ik sta te deggeren, alleen ik met mijn kleding, jongen. Ik kom er niet meer weg. Het is, zie eruit als een klok. Mensen gooien op straat wel eens gewoon dubbeltjes en kwartjes na. Vragen waar mijn herdershond is, joh. Wij hebben het allemaal over onze kriebel. Want zo zijn wij mensen ook gemaakt. Best wel egoïstisch. Mm-hmm. Maar niemand heeft het over het gevoel van de rups, hè? Nee. En in de tijd waar we praten over de term woke... dat we gewoon allemaal gewoon woke zijn in deze maatschappij... vind ik ook dat we wel een beetje mee mogen voelen met de eikenprocessierups. Mooi, ik verwacht het helemaal niet. Nee. Dus we laten familie Rups ook graag even aan het woord. Gaan we, hoor. Ik heb 3 haren op mijn rug, ik ben een rups. Rups, rups. Ik verlies mijn wilde haren veel te vlug. Vlug, vlug. En ik zie de stofzuiger van de gemeente alweer staan. Ome Harry, tante Truus, ze gaan er allemaal aan. We worden opgezogen, kom hele clubs. Ik heb 3 haren op mijn rug, ik ben een rups. Rups, rups. Ik heb wel meer haar op mijn rug, hoor. Ja. Nu wordt de 50 als favorite van deze week, denk ik, die we dat hebben gezongen. Ik kan zo niet werken. Ja. Het is wel... Van jouw gezicht, maar wat, Loor, je hebt echt porno-nagels voor me gekocht. Nou, ja, deze vallen nog mee, hoor. Nou, ik heb dus nu nepnagels. Ja, dat was gisteren de tip die we kregen van... van wie was het? Van Nathalie, geloof ik. Nathalie, ja. Ja, die stuurt ook een appje. Nathalie Maarseveen. Van, dan moet je nepnagels nemen, dan ga je ze niet meer afbijten. Dus nu heb ik nepnagels. Maar ik vind het wel sexy. Maar ik kan ze niet, ik kan geen knopje in. Je gaat ook ineens heel vrouwelijk werken. Hier is over mijn rug krabben. Joost onderzoek van de dag. Er is namelijk onderzocht welke muziek we vaak opzetten tijdens... Het nieuws lezen. Tuinieren. Seks. Seks. Ja, en je hoorde net al, deze, The Weeknd, is het populairst met Earned It. Weten we waarvan het is? Herkennen we het? Ja, dit is 50 Shades of Grey. Ja. Had je dat al gezien op het plaatje? Hij kijkt V.I. niet, maar 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey, wel sterk, hoor. Ik vond het boek vooral goed. Nee. Maar goed, andere kanshebbers of mensen opzetten. Usher, Drake, Rihanna, Beyoncé, Party Next Door, dat ken ik dan weer niet. 300.000 liedjes op online streamdiensten zijn geanalyseerd... en gebruikers gebruikten afspeellijsten met de titels als... Sex Playlist, Getting It On, Solo Sex. Huh? Mensen zetten dus ook nog aan als het alleen... Ja. Ik ga er even lekker voor zitten. Zet even een Spotify-lijstje. Dat zeg ik heel vaak, kusjesdag van K3 aan. Nou, Sanne. Als ik alleen ben, hè? Kan niet. Dit is... Ja. God, wat erg dit. Hallo, schatje... Zo. En dit is dan Albie Shore. Ben jij zo gek? Dit is toch wel Ik zie het helemaal voor me. Tesla ligt daar zo. En dan komt Stan en komt dan die kamer zo binnen. Hier ben je White ook nog. Ze heeft zijn borsthaar gekampt net in de badkamer. Zal ik jou eens even lekker in je bek schijten? In de
in het boek staan, dan sommige regeltjes staan vet gedrukt, hè? Dus dat, of met grote letters. Dat is zeg maar hoe hij sprak. Ja, maar ik hoor hem gewoon het zeggen ook. Ja, maar doe hem eens dan, Nou, volgens mij staat er ook in. We hadden... Kijk, als je op een toernooi bent, dan heb je veel verjaardagen. Ik zelf ook altijd, was altijd jarig. En dan, ik ook. Was het 8:30. Ik ook. Ja, jij ook. En dan was het 8:30 en dan zaten we met z'n allen in de ontbijtzaal. En dan kwam ging die staan. En dan kwam die altijd naast mij staan. Dus hij zocht mij altijd op, waar ik ook zat. En dan kreeg ik zijn hand op mijn schouder. En dan zegt hij, goedemorgen. Nou, dan zit je al recht op. We hebben vandaag een jarige. Nou, ik zal je vertellen. Want jullie vragen je dat af. Ja, dat vroegen we ons inderdaad af. Ook vragen stellen. Hij zegt, nou, dat zal ik jullie vertellen. Hij heeft nog niet gespeeld. En als hij zo doorgaat met trainen, gaat hij niet spelen. Oh! Dat is het gekste wat je ooit mee hebt gedaan. Dat je dacht, goh, jeetje. Nou ja, ik heb wel eens gekke avonden meegemaakt, hoor. Dat zelfs de black card het niet redde. Die, Oh, echt waar? Wow. Oh, ja. Als die kaart al weigert, dan weet je dat wel. Ja.